En dan ga ik even naar de bank, naar mijn gasten weer toe. Liz, heb jij honden? Mijn hond is al een paar jaar dood. Ach, gat. Oh. Maar ik doe wel mee met een hond van een vriend. Ja? Je hebt een deelhond? Ja. En Danny? Ja, we hebben altijd honden gehad. Ik heb op dit moment een Franse Briard. En die is inmiddels helaas alweer 12. Het is zo jammerlijk dat de betere mensen zo vroeg moeten sterven. Ja, oh. ja daar zeg je iets heel moois. En Penny? Ja, chihuahuas. Heb jij er drie? Drie chihuahuas? Ja. Van die... Ik heb ze bij me. Van die kleine felle dondertjes? Ja. Wat leuk, zo groot. Zeg. Maar hebben jullie moeite met opvoeden? Gehad? Ik ben een dwaal. Ja? Niet consequent. Okay. Altijd al gedacht. Ik ben er te gek op. Ik weet dat dat eigenlijk niet de bedoeling is, maar dat het moet heel erg tegen mezelf ingaan. En Danny? Jij bent wel... We zijn gelijk naar de puppieschool geweest en daarna de hondenschool. Ik vind het wel belangrijk, als het een grote hond is, je hebt ook hele grote tanden, dat je zo'n hond heel goed opvoedt. Dat is absoluut en, waar. En dat hij goed luistert en het sociaal gedrag leert. Ja. Dat is heel erg goed. En Penny, want kleine hondjes kunnen het ego hebben van een bulldog, hè? Klopt. Ja. Maar je moet heel streng zijn, heel strikt. En dat doet inderdaad wel eens een beetje pijn. Ja. Nou, ja. Dat is heel erg moeilijk om strikt te zijn voor, als je ziet, die hele trouwe hondenogen. Maar je moet echt de roedeleider zijn. En hier en daar gaat het wel eens een keer mis. En dan heb je een hondenfluisteraar nodig. En die zit bij mij aan tafel. Hartelijk welkom, Arvid. Dank je wel. Wat is eigenlijk een hondenfluisteraar? Die vraag krijg ik het zo vaak. Dat is de meest gestelde vraag. Maar wat de naam zegt, is niet wat het is. Dus ik praat helemaal niet met honden. En dat doet een beetje een naam denken, toch? Ja. Hondenfluisteraar, ik praat met honden. Maar dat is het helemaal niet. Een hondenfluisteraar vertaalt eigenlijk het gedrag van de hond naar mensentaal. Dus ik ben eigenlijk een gedragstherapeut en een soort van tolk voor de mens. Jij begrijpt ze wel, dus? Ik begrijp ze wel, ja. Want een hond heeft zo'n scala van lichamelijke taal die wij mensen vaak niet zien. Staat hij hoog, staat hij laag. Kop hoog, kop laag. Oren naar voren, midden of laag. Staart, hoog, laag, midden, zwaaien, niet zwaaien, kwispelen, dus snel, langzaam. Daar zeggen ze alles. En het kan zo doorgaan. Met alles zeggen ze iets tegen ons. Met alles zeggen ze iets en ze kunnen het ook nog combineren, wat het nog een keer moeilijker maakt. Ja. Hoe kwam je erachter dat jij dat wist? Want in principe was het voor jou eigenlijk een beetje gave ook, hè? Ja, ik heb het in eerste instantie moeten ontdekken dat ik dat had. Ja. Vrienden hebben het wel eens over dat ze wel eens problemen hebben met honden. Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met honden. En samen met mijn vriendin wilde ik gewoon iets betekenen voor de hond. Het welzijn van de hond verbeteren of in stand houden. En dat is eigenlijk, daarmee zijn we aan de slag gegaan. En een klant zei op een gegeven moment tegen mij, dat doet hij nooit. Ja, ja, die kennen we, hè? Nou, dat doet mijn hond nooit, zeg. Dit was positief. Oh, oké. Okay. Ja. Ik dacht dan, want ik ken ze. Ja, precies. Ja. Nee, dit keer was het andersom. Dit keer was het positief. Haar hond was altijd heel druk. Hij werd rustig. Oh, dat is mooi. Hij ging aan de voeten liggen. Ik heb iets wat anderen niet hebben. Ja. En dat ben ik gaan uitbouwen, ben ik gaan ontwikkelen. Veel lezen en veel kijken naar honden. Hoe gedragen honden zich eigenlijk onderling? Wat voor taal spreken ze en hoe reageert een andere hond erop? Ja. Maar het gaat vaak juist mis bij de baasjes, hè? Ja. De baasjes hebben te veel emotie. We hebben net natuurlijk al gehoord op de banken. Dus ja, wij hebben veel te veel liefde eigenlijk. En wat ik nu ga zeggen, klinkt misschien heel hard, maar de beste hondeneigenaar houdt eigenlijk niet van zijn hond. En dat kan gewoon niet. Dus we moeten leren hoe we van onze honden kunnen houden, terwijl we toch een goede leider blijven. Dat is moeilijk, want consequentie komt er ook bij kijken. Ja. Nou ja, ik nam een hondje. Ja, je koopt een hondje. Ik kocht een hondje. Ik was ook inderdaad, wat Liz zegt, ik was gewoon een dweil. Ja. Niet consequent, nee. Snoepjes geven, noem maar op. Wat hij wil gebeurt. Op de bank, op bed, alles. Niet goed, hè? Op de bank mag. Ik heb zelfs een klant gehad waarbij de honden op bed mogen. En het is niet dat de hond het wel of niet mag, maar het is hoe. Dus Je hebt allemaal van die regels. Jij moet bepalen. Jij moet bepalen, maar jij moet voornamelijk leider zijn. Ja. En op het moment dat jij leider bent over je honden, kan je heel veel met je honden. En dan kunnen de honden ook heel veel. Omdat het heel duidelijk is wie de leider is in een groep. Ja. En het gaat vaak fout met die leiderschap. En die leiderschap is emotie eigenlijk. Ja. Ja. Jij hebt Ilona meegenomen. Heel hartelijk welkom, Ilona. Met hond Mitch. Want met hond Mitch was iets aan de hand, hè? Ja, dat klopt. We hebben Mitch in februari uit asiel gehaald. En al gauw kwamen we erachter dat hij niet helemaal goed ging met andere honden, met name reuën. En eigenlijk door schande en schade wijs geworden.
En op een gegeven moment ging ik niet meer fijn wandelen met hem. Terwijl dat wel de bedoeling was, lekker lange wandeltochten maken. En dan probeer je op momenten de hond uit te laten. Hè, dat er geen andere honden zijn, honden vermijden. Muilkorf. Ja. Dus toen had ik op de televisie de Amerikaanse variant gezien van de hondenfluisteraar. En toen ben ik gaan googlen. En toen kwam ik bij Arvid uit. Arvid, wat heb je met Mitch gedaan? Wij zijn met Mitch de straat op gegaan. We zijn honden gaan opzoeken. Want ik zoek altijd een probleem op. Want anders kan je er niet aan werken en dan kan je het niet verbeteren. Dus we zijn honden gaan opzoeken. En we zijn het gedrag gaan veranderen. Dus Mitch had een probleem met honden, agressief. En eigenlijk wat Mitch nodig had, was weer die leiderschap. Die sterke emotionele leider. En op het moment dat hij dat kreeg en voelde dat hij veilig was, hoefde hij er eigenlijk helemaal niks meer mee te doen. Ja, maar die leider moet je dan niet alleen zijn als je hem uitlaat, waar de problemen zijn, maar dat leiderschap moet je gewoon altijd 24 uur per dag. Hè? En dat is het moeilijke. Dus het is niet 80%, het is gewoon 100%. Want die 20% wordt ingevuld door de hond of door iemand anders. Ja. Maar die 20% kan niet leeg zijn, die moet ingevuld worden. Oké, ik dank je heel hartelijk. Dank je wel. Voor je komst, dank je wel. Ja.